Ik zit heerlijk al lekker naar buiten te kijken, want het weer heerlijk is dat. Dus. Super tof dat je kijkt naar gewoon een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik heb natuurlijk twee koffiefilters gehad van iemand en die ga ik hier gebruik van maken. En dan ook weer eens even voor de rolgordijn open gooien. Ik denk dat het veel meer warmer is dan gisteren. In ieder geval lekker weer. Gaan we koffie zetten zo, dat heb ik lang geleden niet gedaan. Dat is echt lang geleden van mij, dat ik koffie heb gezet. Ik ben wel benieuwd of het dark is of niet. Want je hebt twee verschillende. Heel verschillende. En water is leeg. Top. Even water vullen. En water is gevuld. En dus pak ik ook een koffie bij. Dat is wel logisch. Nu ga ik lekker een beetje wakker worden en doen even editen. Oh, is dat vast joh. Laten we maar even een mooie dag van maken. In ieder geval koffie drinken. Dadelijk editen. Het zonnetje schijnt nog steeds, zie ik. Maar ik moet sowieso naar buiten toe. Dus dat ga ik sowieso doen. En dan ga ik even koffie maken. Derde pakje alweer. Even alleen deze openmaken. Als ik hem open krijg. Want de koffiefilters waren in actie. Ik dacht, nou, 3 voor nog wat. Ik dacht, nou, neem ik wel mee. Waarom niet? En ik zit nog even gelijk te denken wat ik vanavond kan eten. Ik heb 3 keuzes. 2 keuzes trouwens. Dat is shawarma of special bonus schotel. Maar ik denk dat ik voor special bonus schotel ga, want dat vind ik even gezond. En dan moet ik even wel gezond blijven eten natuurlijk. Ik zit heerlijk al lekker naar buiten te kijken, want het weer heerlijk is dat. Dus geniet ik ervan. En nu lekker bakje koffie. Gaan we ook nog even zetten. Dus. En nu alweer voor mij woensdag en jullie alweer vrijdag. Dagen gaan hard. Ik hoop dat de algemene situatie ook snel gaat. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet. Maar ja. De evenementen voor mensen die het niet weten is al naar 1 september gegaan. Dus ik zou eigenlijk naar YouTube Gathering gaan. En dat gaat helaas niet door. Wanneer dat is nog niet bekend. Al wil je het weten, check het even de website van YouTube Gathering. Dan kan je het ook heel op de hoogte houden. Want YouTube Gathering hou ik je op de hoogte. En ja, ik ben benieuwd. Dus alles gaat langer duren nou dan normaal. En wat ik echt best wel moeilijk vind. Dus gooi ik even met een suiker erin nog. En dan ga ik even YouTube kijken. En dan klaarmaken om ook te werken. En dan vanavond eten koken. Wat er moet gebeuren. In ieder geval lekker bakken koffie. Wanneer ik weer ga wandelen buiten is nog een tweede vraag. Misschien dat ik wel even vanavond even lekker op de vensterbank ga zitten. Op YouTube gaan kijken. Ik ga maar beginnen met eten te maken, maar. En nu ga ik nog maar even net eten gehaald. En ik wou eigenlijk zwarme eten. Maar dacht ik, oh ja shit, ik heb geen wraps. Want ik wou met wraps eten. Maar dan ga ik nu spersieboomschotel maken. Dus ga ik dat maar doen. En gaan we het dan nu even klaarmaken. Ik heb nu al trek in. Dus gaan we pas alles klaarzetten. Thank you.
is klaar, die heb ik lekker gemaakt. Spersieboonschotel. Meestal doe ik met rijst, maar ik heb eigenlijk eten nooit meer rijst. Maar het is wel lekker met rijst. Er zit een andere smaak aan. Dus maar ik vind liever vind ik dit lekkerder dan zonder rijst. En ik zit lekker YouTube kijken en muziek luisteren. Ik zet hem even zachter. Dus en nu maar klaarmaken om lekker de spersieboonen te op te eten en YouTube te kijken van en zo. Dus ga ik dat nu even doen. En daarna. Ik zit hier al te denken om een keer even kast op te ruimen. Of even je wasje aan te zetten. Dat ben ik sowieso ook van plan. Maar dan ga ik even bekijken wel als ik klaar met eten ben. Maar ga ik eerst even lekker eten. En voor dingen nu opruimen. Ik had er veel op tafel staan. Dat moet ook een keer opgeruimd worden. En ik had ijs in de koelkast gezet. Dat was KitKat ijs. Leek wel lekker om te eten. Een keer. Dus we gaan dat binnenkort even doen. Ik heb lekker ook, voordat ik ben even naar de winkel gegaan, ben ik even naar de supermarkt gegaan samen met Rick. Maar daarna ben ik gewoon voor niks eigenlijk, gewoon voor gezelligheid meegelopen eigenlijk. Met afstand natuurlijk. En ik heb een paar dingen gekocht. Dat zijn druiven en ijs. En ik word gebeld. Ik ga het even opnemen. Dat was het belletje van mijn vriendin. En ik ga nu ook klaarmaken maar naar bed te gaan. Want het is veel te laat geworden. Lekker gebeld met mijn vriendin. En daarna is Rick en Jasmijn bijgekomen. Jasmijn en Rick zijn zussen van elkaar. Zussen en broers van elkaar. En van Sander vond het goed als ik het bijgooide. En we lekker zitten bellen. Maar misschien dat ik vaker dan een video tot op ga nemen. Dan kunnen jullie gesprekken zien, hoe en wat. Maar ik heb het leuk gedacht, maar ik kan je als hele tijd net bellen. Was kunnen bellen. Was je hele tijd constant hier zo. Zit hij op de aarde. Ik dacht de hele tijd weg om ze weg te sturen. Maar gelukkig is hij nu rustig en zit hij hier op de bank. Maar die had even een momentje van aandacht gekregen nodig. Dus. Maar ik was aan het bellen natuurlijk met Sanne, Rick en Jasmijn. Maar ja. Lekker leuk humor gesprek gehad. Echt, ging nergens over. Totaal nergens. Echt, maar het was wel een leuk gesprek, vond ik. Ik hoop dat Sanne in ieder geval ook leuk vond, in ieder geval. Ja. Jij hebt alles te horen, hè? Maar ja, het is ook een keer tijd om naar bed te gaan. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blijdheid bij jou. Ben je nog niet geabonneerd, zou het tof zijn als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijk weer, gewoon een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Kom ik thuis, ga ik wel zo kijken, zie ik 2 leuks op binnenkomen. Een kaart met koffiefilter erbij. En dan staat erbij, ik ga het even voorlezen. Hoi Sander, sinds kort hou ik jou vol.